Hi, ik ben Mathéa. In het tekenboek staat de opdracht om een portret te maken uit één lijn, zoals hier zo. Nu gaan we dat ook doen, alleen in plaats van met potlood gaan we met ijzerdraad werken. Wat je daarvoor nodig hebt is je tekening, maar het kan bijvoorbeeld ook een foto zijn van jezelf. En deze ga je overtrekken als het ware met je draad. Begin eerst door met stift een lijn te tekenen over je portret. Zodat je zo meteen alleen maar de lijn hoeft te volgen die je hebt getekend. Als je dat helemaal hebt gedaan, en de lijnen staan helemaal, kan je gaan beginnen met de draad. Ik gebruik draad van ongeveer 0,5 mm dik, dat is heel dun. En dat doe ik omdat ik hem dan helemaal met mijn handen kan maken. Dikker draad gebruiken kan ook, maar dan heb je een tangetje nodig. Je legt de draad plat op je foto. En zo ga je de lijnen volgen. Het is handig om op een gegeven moment met tape eventjes het draad even vast te zetten, omdat zoals je ziet buigt hij terug. Haal hem dan soms ook gewoon weer eventjes eraf met de tape. Trek je hem gewoon even los, want het is soms handig om even een verbinding te maken. Een verbinding maak je door je draad even twee keer bijvoorbeeld om elkaar heen te draaien. Dan krijg je wat meer stevigheid. Ik was hier al even mee begonnen. Hier zo zie je al een beetje mijn oog. En hier zo aan de zijkant bij het oor heb ik dus twee keer gedraaid zodat je wat meer stevigheid krijgt. Zodat het hoofd niet alle kanten meer opgaat. Bij deze ben ik echt al helemaal verder. En je ziet dat hoe meer je het draad draait over de foto heen, je al een beetje een gezicht begint te herkennen. Ik moet hier nog eventjes de mond. Maar ik heb hier een voorbeeld wat al af is. En als je klaar bent, kan je hem op een blokje zetten. Bijvoorbeeld hier zo op een blokje hout. Er is gewoon omheen gedraaid met het ijzerdraad. Wat je ook kan doen is twee gaatjes boren, zodat je met een drupje lijn erin, zodat hij ook heel mooi netjes recht blijft staan. Maar je kan hem natuurlijk ook ophangen. Heel veel succes!